Wat betekent, ik snap het antwoord niet, sorry. Wat betekent dit perspectief? Het wordt meegenomen in dit perspectief. Welk perspectief? In het onderzoek naar oversterfte. En kan de minister aangeven welk onderzoek dat dan is? Want nou, van die 11 onderzoeken kan ik dat niet, voorzitter. Daar moet ik dan echt dat is overzicht... namelijk in die 11 onderzoeken, die zien daar niet op. En het ene onderzoek dat daar wel op zag, is afgewezen door Zon en B. Dus... Ja, jullie hebben allemaal technische... Ja, de minister. Kan de minister daar even duidelijkheid over bieden? Ik verwijs even... Ja, we zitten hier een discussie te doen die inderdaad uitgebreid aan bod is gekomen, ook in een technische briefing. Ik zie mevrouw Thiele daarvoor ook al naar de microfoon komen. De vraag langdurig was, kunnen wij ook en sterftegegevens en vaccinatiegegevens en GGD-testgegevens met elkaar koppelen? Dat heeft een hele tijd geduurd vanwege allerlei privacy dingen. En dat is gelukt. En dat betekent dat ondertussen voor de bestaande onderzoeken deze gegevens met elkaar gekoppeld kunnen worden en dus ook met elkaar gecorreleerd kunnen worden. En dat betekent dus dat wij, mensen in Nederland, binnenkort een onderzoek tegemoet kunnen zien met daarin een analyse van het eventuele causale verband tussen oversterfte en vaccinaties. Dat betekent dat wij, burgers van Nederland, resultaten krijgen over de oorzaken van oversterfte in de jaren 2020 en 2021, de eerste 2 jaar van COVID. Dat is dus, dat is dus precies niet waar mijn motie over gaat. En dit is gewoon een vaag antwoord. Ik denk dat het een klip-en-klaar antwoord is. Waar ook in het verleden in de Kamer en in deze debatten uitgebreid over gesproken is. Waar ook een technische briefing over geweest is. Waar ik ook talloze schriftelijke vragen over gehad heb. En eerder beantwoord heb. Ik heb daar niets aan toe te voegen. Dan gaan we naar de appreciaties van de moties. Ik had nog